Oh, wat een lekker lounge muziekje. Goedemorgen, goedemorgen Nick. Nick is onderweg van, of in ieder geval naar huis. Ik denk van België naar huis. Ik denk dat hij nog steeds in Frankrijk woont, Nick, als ik het goed heb. En ja, Nick is er altijd bij. Goedemorgen Nick, leuk dat je er weer bij bent. En ja, ik hoop dat je een goede reis naar huis hebt. En ja, lekker weekend kan vieren. Want ja, ik denk dat je deze week ook keihard hebt gewerkt. En ook even snakt naar wat, ja, lekker relaxen bij je familie. Goedemorgen allemaal, dus vandaag gaan we het hebben over de Buildable Booking App. En vandaag voor de eerste keer een beetje met een ingerichte studio die ik hier heb. Dus ik ben nog steeds bezig om een boel te fine-tunen met licht en wat het beste werkt en de beste opstelling. Ik heb nu een Stream Deck hier ook. Ik kan nu ook met knoppen kan ik alles bedienen. Dus daar moet ik ook echt mee wennen. Dus als iets fout gaat, dan ligt het aan mij, niet aan jullie. Dus ik heb hier een Stream Deck, dus het wordt steeds professioneler. Alleen mijn grote scherm is kapot gegaan van de week. Ik had een nieuw scherm gekocht. Zo'n mooie curved, zo'n breed beeld. En ja, hij wou van de week niet meer aan. Dus nou, ik heb hem maar weer teruggestuurd. Hij was maar 3 maanden oud. Maar goed, ik ga ervan uit dat het gewoon garantie is. En, dus ik moet het doen met mijn kleine laptop. Maar dat gaat ook wel lukken vandaag. En ja, de Buildable Booking App. Dat is echt een golden jewel die wij hebben op dit moment. Een van de golden jewels, golden nuggets zoals ze in Amerika noemen. In onze back-office die je kan gebruiken om bijvoorbeeld je online boekingen te gaan verzorgen op de automatische piloot. Het kan zijn dat je misschien een gratis coaching call doet of een betaalde coaching call, een evenement, mastermind, whatever. Het kan allemaal via de booking tool en het werkt fantastisch. Ik heb, even kijken, 2 weken geleden heb ik een booking app geïnstalleerd bij een bedrijf hier, waar ik ook een website voor heb gemaakt, die nu vanaf nu ook genoodzaakt zijn om webinars te doen, maar ook online events. En nou, het werkt fantastisch. Hele hoge show-up rate. Ook door middel van de SMS-reminders die erin zitten. En natuurlijk ook de e-mail-reminders die je kan instellen. Ik ga het zo meteen allemaal laten zien hoe je het allemaal doet. En ja, daarnaast ook natuurlijk lead-generatie. Want dan gaat het om de mensen die ze inschrijven voor je boeking. Ja, die komen op je e-maillijst. Dus daar kun je van alles mee doen na de training of na de coaching call. Maar het mooie is ook, als jij dus een betaald evenement doet of een betaalde coaching call, dan moeten de mensen vooraf betalen voordat ze de boeking kunnen doen. Nou, op dit moment doe ik het nog met de super checkout. Zet ik daar mijn product op en ja, dat gaan we vandaag ook doen. En na de betaling gaan ze door naar de boeking app. Maar binnenkort zit de betaling geïntegreerd in de boeking app, zodat je kan aanvinken van oké, waarmee moeten ze betalen? Met Molly, Ideal of Mr. Cash, bankcontact in België. En dan ja, kun je ook kiezen voor creditcard of PayPal, want dat is helemaal aan jou. Maar ja, dat is natuurlijk fantastisch, want ja, daarmee voorkom je ook dat de mensen dus wel opkomen of niet op, of wel opkomen dagen. Nee, voorkom je dat ze niet kunnen komen opdagen, moet andersom zeggen. De mensen die komen dan zeker opdagen als ze betaald hebben. En ja, natuurlijk is het ook heel belangrijk dat jij ook echte mensen alleen aantrekt die serieus zijn, die ook jouw coaching willen hebben en daarvoor eerst betalen voordat ze boeken. Want ik heb de ervaring ook in het verleden gehad, vooral omdat ik internationaal doe. En je zit ook natuurlijk met ja, al die continenten en nou ja, zoals Amerika, vaak een oostkust loopt 6 uur achter. In India lopen ze weer voor. Er staat een hoop verwarring en de mensen komen gewoon niet opdagen. En ik zit er wel op te wachten of ik mijn tijd in gepland bijvoorbeeld. En nu, ik weet zeker dat ze de wekker gaan zetten of dat ze een reminder gaan instellen om toch op die call te komen, want ze hebben daarvoor betaald. Dus, en dat genereert natuurlijk veel meer inkomsten dan je normaal zou doen. Oké, nou laten we dus gaan starten. Alright. Oké, nou, de Buildable Booking App. Wellicht heb jij wel eens gehoord van Acuity Scheduling of van Calendly. Dat zijn ook 2 online booking tools die ik ook heb gebruikt. Voordat Buildable zijn eigen booking tool in het dashboard had. En op zich werkt het fantastisch. Calendly is een heel mooie tool. Alleen hij is vrij beperkt vergeleken met de Buildable Booking Tool. Calendly is een van de bekendste, denk ik, internationaal. En daarop hebben wij ook onze eigen Buildable Booking Tool op gebaseerd. Maar dan ook met de integratie natuurlijk van de Buildable Tools. Waardoor deze Buildable Tool nog veel interessanter wordt dan Calendly. Nou, met Calendly kun je ook betalingen ontvangen via PayPal of creditcard. Maar niet via Ideal of Mr. Cash bankcontact of andere betaalmogelijkheden. Want ja, het is natuurlijk echt gericht op de Amerikaanse markt. En op de internationale markt waar men vaak met creditcard of PayPal betaalt.
Nou, in Europa, maar over sowieso in Nederland en België, zijn er niet zoveel mensen die een creditcard hebben of die met PayPal kunnen betalen of willen betalen. En natuurlijk met Ideal of bankcontacten is het veel makkelijker om te doen. Dus ja, de Build Your Booking app is daarvoor zeer geschikt. En wat ik je vandaag ga laten zien hoe je zo'n booking tool opzet, zo je eigen booking opzet. Hoe je integraties maakt, bijvoorbeeld met sms en met e-mail, maar ook met Zoom. Want het mooie is ook van Build Your Booking tool, je kan, het hoeft niet, maar je kan Zoom integreren. En als je heel veel online meetings hebt, zoals ik ook, dan wil je dat allemaal via Zoom doen. En je wil ook niet dat elke keer dat je zelf een handmatige link moet aanmaken of een meeting wil aanmaken en handmatig wil versturen. Dat wil je op de automatische piloot doen. Nou, in Build Your Booking Tool kun je Zoom integreren in je booking app en dan automatisch, als iemand wat boekt, wordt automatisch ook een meeting gegenereerd in Zoom en van daaruit ook een link gestuurd naar degene die geboekt heeft. Dus je hoeft niks handmatig te doen, het gaat allemaal automatisch. Oké, laten we gaan starten dan met de demo. Vragen hebt, stel ze gerust hier in het commentaarveld. Ik zet even wat schermpjes uit hier, zodat ik wel meer kan concentreren, omdat ik mijn grote scherm nou niet aan heb. Dus die gaat weg en die gaat even weg. Zo, oké. Let's go. Oké, nou. Ik zal mezelf ook even in beeld zetten. Misschien wat net zo leuk. Even kijken. Dan moet ik eventjes terug naar het scherm. Dan ga ik eventjes naar de pop-up. Options, show picture in picture. Even kijken of ik er ben. Nog een keer. Daar ben ik. Yes, oké. Dan gaan we mijn scherm weer delen. Nou, dan kunnen we van start. Oké. De Build Your Booking Tool zit geïntegreerd in de Build Your Tools. Ja, Build Your heeft 30 plus tools. En ja, eigenlijk is dat heel erg eenvoudig om te gebruiken. Want alles zit in één dashboard. En je hebt geen externe apps nodig of tools. Alles zit in één dashboard, één abonnement en alles is toegankelijk. Je hebt geen shiny objects meer nodig. Het is allemaal hierin. Dus je kan websites bouwen, sales funnels. Er zit een webinar tool in, daar ga ik ook nog een training over geven. E-learning zit erin, daar ga ik ook nog een training over geven. Video wrapper, mock-up studio, ja, noem maar op. Nou, de Build Your Booking Tool is sinds een paar maanden toegevoegd. Kun je benaderen vanuit je tool area. Nou, ik ga meestal hierheen en naar de overzicht en dan pak ik de Build Your Booking Tool hier. En wordt die geopend. En het mooie is, je ziet standaard opent hij zich in het Engels. Maar we hebben dus ook een Nederlandstalige interface. Dus we hebben het in Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Egyptisch volgens mij. Of Israël, dus Israël. En Dutch. Nou, Dutch zijn wij. Oké, ik zet hem even in het Nederlands. Cool. Dus ja, we hebben een Nederlandstalige interface. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de mensen die niet zo Engelstalig zijn onderlegd. Het mooie hiervan is ook, je hebt gelijk overzicht hoeveel kalenders je hebt. Dus als ik hierop klik, kan ik zien hoeveel kalenders ik heb, hoeveel abonnees. En dit zijn de mensen die op dit moment in de schedule komen. En dit, dit wordt de inkomen van de betalingen die je eventueel ontvangt, zometeen als er super checkout in zit. Voor de rest heb je hier de evenementen die hier allemaal staan, die de mensen geboekt hebben. En ja, zo weet je ook in één overzicht hoeveel afspraken je hebt bijvoorbeeld op een donderdag, vrijdag of zaterdag. En zaterdag heb ik één afspraak om 10 uur met Anderson en die staat hier. Ik ga naar mijn kalenders en dat is overzicht van de kalenders die ik heb aangemaakt. Nou, dit is de demo booking voor de chatbot, gratis Build Your Consult. En deze heb ik van de week dus opgezet om zelf ook bepaalde functies ook te checken voordat ik dus die training ging doen. Dus ik heb ook sms gekoppeld, ik heb Zoom gekoppeld om te kijken of het allemaal goed werkt. En het werkt fantastisch, maar ik wou natuurlijk ook zeker zijn voordat ik het zelf ga implementeren in mijn eigen agenda, of het inderdaad ook goed werkt. En het werkt fantastisch. Oké? Nou, hier kun je je host instellen. De host, wie is dat? En dat ben ik dus. Ik ben degene die de trainingen doet of de meetings. Maar als jij met een team werkt, kun je hier meerdere hosts aanmaken en kun je ook meerdere kalenders aanmaken voor die personen. Dus als jij een kapper bent bijvoorbeeld of je hebt een team met consultants, kun jij daar voor elk consultant kun jij een eigen booking tool maken in één dashboard. Oké, dus integraties als je hierheen gaat. Dan zie je hier de integraties. We hebben integratie met Google Calendar. Dus het wordt automatisch in je Google Calendar geboekt als eenmaal de mensen iets geboekt hebben. Ook bij degene die geboekt heeft.
Dit is mijn Zoom-integratie. Dus mijn Zoom-account is geïntegreerd. Ik heb mijn e-mail geïntegreerd. Ik heb MailingBox geïntegreerd. En ik heb SMS heb ik geïntegreerd. Dus dat heb ik allemaal geïntegreerd in mijn Booking-app. Binnenkort komt hier ook de Super Checkout in. Zodat jij ook de Super Checkout kan integreren. En van hieruit ook je betaling kan managen. Maar zometeen gaan we het even op een andere manier doen. Wat eigenlijk ook heel eenvoudig is. En wat op dit moment ook goed werkt. Oké, nou hier heb je een overzicht. Ik ga nu naar kalenders. Oké, en ik wil een nieuwe kalender maken. Nou, ik ga hier naar nieuwe kalender. En dan kan ik hier kiezen tussen consultancy, evenement, gym of terugkeurend. Dus dit is echt puur, deze is echt voor de personal trainers en de gyms. Voor als je een gratis proefles wil boeken of gratis intake, dan kan het via gyms. Ik zal overigens dit eventjes terug naar Engels zetten. Want dat is voor een aantal mensen ook handig. Want heel veel mensen in Nederland, onder andere, die werken met Engelstalige interface. Nou, ik ga nog een keer naar de kalender. Hier zie je consultations, event, classroom, recurring. Nou, dit is, de classroom is ook eventueel gym, dus groepslessen. En ik weet nu, een aantal gyms maken al sowieso gebruik van die beelden al gebruik om hier ook hun intakes mee vol te boeken. Zonder dat ze dus de mensen... aan het woord hoeven te staan via de telefoon. Het kan nu allemaal automatisch en het scheelt ze heel veel tijd. Dus ook evenementen, nou, zoals ze hier hebben gedaan, je kan een evenement aanmaken. Een evenement kun je aanmaken, dan kun je aangeven hoeveel mensen mogen er maximaal meedoen. Je kan ook de dagen aangeven, is het één dag of meerdere dagen. Dat kan allemaal hier worden opgezet. Het principe daarna werkt eigenlijk precies hetzelfde als wat we zometeen gaan doen met consultations. Ik ga vandaag een consultation je booking tool aanmaken, maar event werkt precies hetzelfde, alleen je hebt daar wat meer mogelijkheden met het aangeven van het maximaal aantal attendees. Nou, als je bijvoorbeeld maar maximaal 20 mensen op een locatie wil hebben, of maximaal bijvoorbeeld 20 mensen met een mastermind sessie, dan kun je dat instellen en op een gegeven moment als de booking op nul staat, dus er zijn al 15 man hebben zich ingeschreven, dan kan niemand zich meer inschrijven. En zo kun je dat verder instellen. Ja, classroom eigenlijk hetzelfde. Je kan dus, zoals ik heb gedaan met de live event, ook een classroom aanmaken. En daarin ook via de classroom de mensen dus laten boeken voor je klas. En die krijg je dan automatisch kun je instellen. Via reminders ook bericht wanneer je live gaat. En het is hetzelfde als met recurring. Je kan ook elke maand een recurring event opzetten. Of elke week of elke dag. Dat maakt niet uit. Zodat automatisch elke dag vrijkomt voor mensen die dan eventueel die recurring event kunnen boeken. Zo werkt dat. Dus ik ga niet allemaal, ga ik zo langs, want het kost veel te veel tijd, maar ik laat je de consultation zien. En dit is eigenlijk de start. Waar je, denk ik, als beeldenolgebruiker het meeste gebruik van maakt voor je eigen persoonlijke Zoom meetings of coaching calls. En voor de rest werkt het precies hetzelfde met events, classroom, recurring. Alleen je hebt daar wat meer opties mee en kun je wat meer instellingen doen. Oké, nou we gaan naar Create New Calendar. Dus we pakken Consultation. En ik moet hem een titel geven. En dit wordt dan Online Business Pros. Online Business Pros. Oké, Create New Calendar. Ik kan het een omschrijving geven. Dit is een demo kalender. En ik kan mijn logo kan ik hier uploaden. Dus ik kan hier logo uploaden. Ik pak eventjes een fotootje. En het mooie is, je kan het helemaal zo opstellen naar je eigen branding. Dus dat is mooi. Je kan het kleuren geven. Hè. Je kan ook de header backgrounds kun je instellen. Dus je kan ook al de hele looks en feel naar je eigen branding opstellen. Nou, de volgende stap is de timezone. Nou, wij maken gebruik van een predefined timezone. Dus ik wil onze eigen timezone voor Europa instellen. Vind ik zelf makkelijker, maar je kan ook heel veel andere timezones kun je instellen. Maar ja, zoals Nederland en België, gewoon Central European, hou dat aan. En dan krijgen de mensen dus te zien, als ze boeken, de tijd. Dus eigenlijk mijn tijdzone. Dus niet hun eigen tijdzone, maar mijn tijdzone. En er wordt dan geconverteerd ook naar hun tijdzone. Dus ze kunnen ook zien hoe laat het voor hun is. Okay? Maar voor mij is het belangrijk dat mijn tijdzone hier wordt gedisplayed. Want ja, ik ben van 9 tot 5 bereikbaar. En daarna niet meer en daarvoor ook niet. Dus
Ik wil niet midden in de nacht bijvoorbeeld een afspraak laten plannen. En dan zijn de mensen dan ook zichzelf dan van bewust. Dus de predefined time zone instellen. Je kan eventueel de action after, dus nadat zij dus hebben geboekt, kun jij een standaard succes message instellen. Of redirect to URL. Je kan eventueel naar een andere landingspagina als je deze kiest. Dan kun jij dus eventueel van een Cheetah pagina die je hebt gemaakt. Al in Cheetah kun je die gelijk koppelen aan een landingspagina in Cheetah. Bedankt voor je boeking. En als je bijvoorbeeld een coaching call dus doet met eventueel een incentive, een weggever. Dan kunnen de mensen hun weggever of een e-book kunnen ze dan op die bedankpagina downloaden. Dus ja, het is heel mooi natuurlijk dat je gelijk je Cheetah pagina kan koppelen aan als succespagina na de boeking. En dat is ook dus met Builder All Tool. Dus dat kan met geen enkele andere tool. Alleen met de Builder All Tool is dat mogelijk. En het is geïntegreerd met je Cheetah Builder. Okay? Of een custom URL. Heb je een custom URL, maak je gebruik voor WordPress. Doe je dat. Heb je een WordPress website met een landingspagina. Zet je hier de URL neer. That's it. Okay? Maar voor deze houden wij even aan. Deze succesmessage doen we gewoon handmatig. Bedankt voor de boeking. Oké. Okay. Save and exit. Nou, dan hebben we de basic settings, zijn we klaar mee. Dus je wordt stap voor stap wordt je doorgeleid in het hele proces. Nou, je kan dus een titel geven. Hier kan je groepen aanmaken. Dus dit is ook heel erg handig. Bijvoorbeeld als jij dus met een team werkt, heb je één agenda. En van Jantje maak je groep 1, voor Pietje groep 2, voor Karel groep 3, voor Milan groep 4. Zo kun jij dus groepen aanmaken en zo kun jij dus ook dus één kalender maken met verschillende personen erin, zodat mensen kunnen kiezen met wie ze een afspraak willen maken. Dat doe je hier, oké? Okay? Dus je kan hier diverse groepen aanmaken met de namen dan vastgekoppeld, zodat iedereen zijn eigen agenda heeft, maar dan wel allemaal in één kalender. Titel is Online Business Pros. Business Pros. Meeting. Okay. Host. Nou, dat heb ik van tevoren ingesteld hier aan de linkerkant. Dat ben ik. Dus, maar heb jij dus meerdere mensen, kun je hier meerdere mensen toevoegen. Als jij een team meeting hebt bijvoorbeeld. Nou, dit is wel belangrijk. Starting point. Nou, wil jij eigenlijk, ja, even hoe lang doet, even duurt jouw call? Nou, ik heb bijvoorbeeld 30 minuten gratis coaching call. Nou, dit is dus wat we nu doen is een betaalde call aanmaken. Dus we doen het nu 1 uur en 0 minuten. Dus dit duurt een uur. En een uur kost €100 bijvoorbeeld. Dat gaan we zo meteen instellen. En de starting point is bijvoorbeeld, dat is tijd, als je hier overheen hoeft, zegt with this future you can define the time intervals that can be scheduled. The lower the starting point, the greater the flexibility and possibilities in choosing the schedule. Dus hier kunnen de mensen om de 15 minuten kunnen ze een uur coaching call boeken. Nou, ik wil eigenlijk om de 30 minuten. Dus om de 30 minuten moet iemand iets kunnen boeken. Dus dat is mijn schedule. En de intervals, dus de tijd die ik voor mezelf vrij wil houden, is bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 30 minuten. Dat zijn de intervals, oké? Okay? Of misschien wel 1 uur. Laten we 1 uur houden. Oké, okay, 1 uur. Dus dit is eigenlijk de tijd die ik vrij wil houden voor mezelf om eventueel weer voor te bereiden op de volgende call. Mocht mijn agenda helemaal vol lopen, is een mogelijkheid. Hoef je niet in te stellen, dat kun je wel doen. En wil je meer weten over wat de functie inhoudt, hoef er over dit vraagtekentje en het geeft gelijk aan wat het inhoudt. Nou, hier kan ik ook een tijd instellen. Nou, zondag doe ik niks, zaterdag doe ik niks, ben ik vrij. Nou, hier kan ik ook aangeven wat mijn availability is, dus mijn beschikbaarheid. Ik klik hierop, ik ben vanaf 9 uur beschikbaar tot 5. Kan ik aangeven, maar bijvoorbeeld we doen dit eventjes 16:30. Oké, okay. Nou, ik ben hier vanaf ben ik van 9 tot 5. Van deze dag ook, 9 tot 5. Donderdag van 9 tot 12. 9 tot 12. En vrijdag van 12 tot 5. Want ik heb 's morgens een live. Oké. Okay? Dus vrijdagochtend is altijd Online Business Pros. Is dan online. Oké. Okay. Dus hier heb ik mijn business hours ingesteld. Hier kan ik ook de data instellen.
wanneer ik beschikbaar ben. Nou, heel januari of misschien vanaf een bepaalde datum. Nou, laten we zeggen vanaf, want we hebben oud en nieuw. Ik ben vanaf 6 januari weer beschikbaar. Oké? Maar zo kun je de datums allemaal instellen van beschikbaarheid. Het kan zijn misschien dat je bepaalde datums niet beschikbaar bent. En dat je dagen vrij wil houden. En hier kun je ook het aantal sessies kun je hier in aangeven. Dus het is 1 coaching call. Maar je kan ook 2 coaches call hebben en 1 session every 1 week. 1 session every 2 weeks. Zo kun je ook eventueel de intervals van de coaching calls. Stel, je hebt een programma met 4 coaching calls. En je hebt elke sessie om de 2 weken. Dan kun je dit hier zo instellen. Nou, hoe cool is dat? Nou, voor dit houden we gewoon 1 aan. Availability. Nou, ik ben altijd availability. Of until a certain day of rolling days. Je kan hier dus instellen wanneer je dus ook beschikbaar bent. En ook hoeveel mensen daar kunnen deelnemen. Dus minimum attendance. Do not allow today. Do not allow today and tomorrow. Dus als je weer hier overheen hoeft, dan kun je zien wat dat betekent. If you want to avoid last minute appointments, select the minimum attendance below. Okay? Dus hier kun je dus eventueel zeggen van nou, days. En dan kun je zeggen, nou, laten we uren doen. Of minuten misschien handiger. Maken we 3 minuten van. Oké. Okay. We kunnen ook eventueel datum dus blokken. Bijvoorbeeld 31 december. Die willen we blokken. Die dag wil ik geen afspraken. En 1 januari ook niet. Dan heb ik een kater. 1 januari 2021. Oké, ook niet. Maar zo kun je ook dus datums blokken dat mensen niet kunnen boeken. Oké, je kan natuurlijk hier instellen ook wel. Maar hier kun je dus helemaal gewoon totaal blokken. En dan kun je natuurlijk als je groepen aanmaakt, voor elke groep kun je dat ook veranderen. Dus in 1 kalender, Jantje, Pietje, Karel, Milan. Je kan iedere groep individueel kun je hier de tijden instellen en de beschikbaarheid van de personen. Dus dat is wel gaaf. Oké, we hebben het allemaal gedaan. En je kan nog naar Advanced Configurations. Nou, hier kun je dus eventueel de appointments automatically approve or manually. Handmatig. Nou, ik doe altijd automatisch. Allow subscribers to cancel their schedules. Hier kunnen ze eventueel zelf ook dingen wijzigen. Of dus hun opdracht of hun boeking zelf dus cancelen. Kan hier een display of unavailable times. Die kun je hier ook show of hidden even zetten. En de schedule limit every time. Nou, dit geeft aan dat je bijvoorbeeld voor die persoon 1 of 2 schedules per dag kan instellen. Stel iemand, die wil je continu bijvoorbeeld, is een gratis coaching call 30 minuten en die gaat dat 4 keer op een dag boeken. Dat wil je natuurlijk niet. Dus ik wil maar 1 schedule limit by time doen. Oké, opslaan. Nu hebben we de scheduling voor elkaar. Nou, hierin komen we naar een form fields. Nou, form fields, dit zijn de fields waar mensen dus in hun gegevens moeten invullen. En je kan eventueel dit veranderen naar Nederlands. En time your custom label. Naam. E-mailadres. En dan doen we gewoon e-mail. En dit is telefoonnummer. Telefoonnummer. Oké, telefoonnummer. En zo kunnen we dat in Nederlands. Maar we kunnen ook dus nieuwe fields toevoegen. Dus als we nieuwe fields toevoegen, kunnen we dus eventueel short text, long text, checkboxes, multiple choice of drop-downs maken. Dus dit is wel mooi. Je kan eventueel vragen in de boeking, wil jij contact via Zoom, telefoon of op locatie bijvoorbeeld, gewoon fysiek. Je kan de mensen dus ook iets laten aanvinken of zelfs vragen stellen voordat zij dus die boeking kunnen doen. Je kan dus daarmee. En dan kun je dus ook koppelen aan mailingbos en die gegevens worden dan ook in mailingbos verzameld. Zodat jij voor het gesprek, wil je meer weten over diegene die met jou een boeking heeft, kun je vragen, nou, wat is je business? Waarover wil je praten? En je kan daar dus vragen stellen, die worden opgeslagen in jouw mailingbos. Dat kun je hier allemaal instellen, doen we nu niet, maar dat kan dus wel. En je kan zelfs bijvoorbeeld ook dingen dus required, dus hidden, optional required. Nou, ik wil een telefoon hebben, want ik wil eigenlijk ook daarmee een sms sturen. Dus dan zie je hier een rood sterretje achter en dan is het verplicht om in te vullen. Oké? Okay? Dus nu hebben we de communicatie ingevuld. Nou, do not send confirmation to subscribers. Dat willen we wel. We willen een confirmation schrijven naar, of senden naar subscribers. Want we willen natuurlijk wel eens een bevestiging krijgen met de informatie
over de meeting. Maar daarnaast ook, ook al stel je dit niet in, ook al laat je dit bijvoorbeeld in Do Not Send Confirmation Subscribers, ze ontvangen altijd wel de Zoom link. Dus dat is gewoon altijd standaard. Maar ik wil wel een Confirmation Subscribers doen en dan kan ik hier editen. En dan kan ik hier bijvoorbeeld zetten van hello. En hier zie je de tags. Dus lead name is de naam van degene die zich ingeschreven heeft. En hier kan ik meer tags kan ik hier toevoegen. En schedule is eigenlijk wat ze hebben geboekt. Nou, dat zijn de tags die je zeker moet gebruiken. Naam en schedule voor de confirmation. En nogmaals, Zoom wordt automatisch erin gezet. Dus ik zeg hallo. Hallo. En dan naam. Bedankt voor de boeking. En hieronder de bevestiging en informatie. Zo eventjes kort. Dit haal ik even weg, dit is Engels. En even naar boven. Zo, schedule. En ik spreek je dan. Zet ik er neer. Ik spreek je dan. Groet, Vasily. Gaaf. Nou, dit wil ik dus ook sturen. Dus ik sla het even op. Eerst, nou, nu heb ik een schedule ingemaakt, e-mail, maar ook een sms wil ik sturen. Dus ik ga nu naar sms. En ik zeg active. Oké. Dus ik wil sms activeren, want ik wil ook dat ze een sms bevestiging krijgen. En hier doe ik hetzelfde. Hallo. En de naam. Je ziet hier, je kan maar 150 characters, dat zijn eigenlijk dus letters, kun jij, dus je kan een hele korte, eigenlijk maar een heel kort bericht sturen. Dus het is een sms. En wat we dan doen is dit. Bedankt hierbij de boeking bevestiging. Oké. Okay. Schedule is de tag. Die laten we er mooi in staan. Even kijken, even hier mooi erachter, zo. En dan groet Vasily. Dus nu hebben we ook de sms reminder hebben we nu ingesteld. En ja, dit is dus de confirmations. Nou, send emails to host when sign-up happens. Nou, ik wil graag ook een e-mail ontvangen wanneer er een nieuwe sign-up is. And I want to receive emails for new subscriptions or pending subscriptions. Nou, dat wil ik ook. Ik wil nieuwe e-mails ontvangen van degene die zich hebben ingeschreven. Dus, oké. Nou, dit is ook wel mooi. Je kan je ook weer, voor elke groep kun je dat ook allemaal wijzigen. Dus van Jantje, Pietje, Karel, in één kalender kun je het allemaal afzonderlijk kun je dat instellen. We hebben nu maar één groep, dan ben ik. Dus dit is mijn naam. Je kan dus reminders, dus geen reminders zenden of wel reminders. Nou, ik wil ze reminders zenden. En ook naar de hosts, zodat ik ook op de hoogte word gehouden zelf. En dan kan ik een nieuw reminder instellen. En zie je al gelijk, ik kan iets invullen hier, dus ik pak het potloodje. En nogmaals, dit is ook e-mail, maar ook ik wil ze ook een sms reminder sturen. En hier zie je 1 hour, dus ik kan hier instellen van ga ik even terug of ga ik even naar beneden. Hier kan ik dus instellen wanneer ze die reminder moeten ontvangen. Een dag ervoor of een uur ervoor en hoeveel minuten. Dus hier kan ik een tijd instellen. Nou, ik hou hem gewoon op een uur. Maar je ziet hier, je kan dat allemaal instellen. Gewoon handmatig. Dus helemaal wat jij wil. Dus reminder. Dat is een subject van de e-mail. Over 1 uur hebben wij een afspraak. Oké. Okay. Even een hoofdletter. Reminder. En dan zet ik hier hallo. En dan de naam. Dit is een reminder. Over een uur hebben wij een Zoom afspraak. En dat is het mooie, want degene is misschien vergeten en of het is vergeten in te plannen in zijn agenda. En krijg nu ook via e-mail een reminder een uur daarvoor. Oké, nou ik kopieer het even snel zo voor mijn sms. Dus ik ga ook naar sms. En ik activeer dat ook. Ik wil ook dat degene een sms ontvangt. En dit is... Oké, hallo. En dan dit is een reminder.
Over nu hebben we een afspraak. Oké, okay. Nou, degene ontvangt ook een sms. Een uur daarvoor dus. Je kan ook sms kun je ook afzonderlijk instellen wanneer je die moet ontvangen. Nou, hier heb je de tags nogmaals, kun je toevoegen. He, dus ik kan ook zelfs nog de kalender hier toevoegen. Nogmaals, boom. Oké. Misschien is deze voor de groet Vasily. Dan doen we dat eventjes hier. Oké, kalender. Dus dan zien ze gelijk wanneer die afspraak ook weer is. Dan, nou, zo kun je dus meerdere reminders kun je erin stellen. En het enige wat je hoeft te doen is een nieuw reminder toevoegen. En dan komt hij hier te staan. En dan kun je hier helemaal naar eigen gelang instellen. Nou, e-mail sender. De default sending is de Buildable Booking Tool. Maar ik wil mijn eigen e-mail wat ik gebruiken. Dus ik kan hier dan kiezen tussen de professionele e-mails die ik zelf heb aangemaakt in Buildable. En dat is deze. Of ik gebruik altijd marketing. @vasilybilis.com, die gebruik ik. Mijn naam is Vasily Bibilis. Dus hier kun je ook helemaal naar je eigen gelang personaliseren. Dus dat kan namelijk niet met bijvoorbeeld met Calendly, maar wel met de Buildable Booking Tool. Omdat het geïntegreerd is in Buildable en gekoppeld is aan jouw platform. Okay? En reply to, nou, dan moeten ze replyen naar dit e-mailadres als ze een antwoord geven op de reminders. Nou, hebben we dat ook ingesteld. Save next. Zo word je stap voor stap dus door het menu doorgeleid. Nou, ik wil dus synken met mijn kalender. Dus ik wil mijn Google Kalender synken. Nou, binnenkort kunnen we ook automatisch de synken met Outlook. Nou, ik wil synken met account. Dit is mijn account. En ik wil afspraken booking app. Dus ik heb ook daarvoor een aparte kalender gemaakt in Google. Hier kan ik selecteren welke. Dat is deze afspraken op booking app. En, maar ja, dat hoeft niet. Maar ik heb dat onderverdeeld in Facebook afspraken of eventueel booking afspraken. Zodat ik weet waar ze vandaan komen. Ik kan kiezen do not integrate with Zoom en do integrate with Zoom. Nou, stel je doet het voor de eerste keer. Dan vraagt het systeem, oké, wat is jouw account e-mail of je account, je inloggegevens van Zoom. Die moet je dan ingeven. En dan op een gegeven moment als je dat gedaan hebt, dan koppelt hij zich automatisch met Zoom. En nou, die van mij is al gekoppeld. Dus ik hoef alleen maar mijn account te selecteren. Maar heb je meerdere accounts, kun je ook nog eens een keer kiezen tussen accounts waar die afspraak mee moet worden gemaakt. Subscribe to list. Nou, dit is heel belangrijk, want je wil natuurlijk degene die zich inschrijft, wil je natuurlijk ook in jouw e-maillijst hebben. Dus subscribe to list. En dan kun je kiezen tussen de e-maillijst die je aangemaakt hebt in Buildable, in je mailingbox. En even kijken, waar staat mijn booking? Hier staat booking NL. Oké, dus je kiest de booking de Buildable Booking NL e-maillijst. Dus alle mensen die zich inschrijven komen in mijn e-maillijst. Hiermee ga ik ook weer lead generatie doen. Dus die komen op mijn e-maillijst en daar kan ik weer van alles mee doen wat ik wil. Oké, save next. En nou is mijn booking is gemaakt. Dus mijn booking tool is nu klaar. En nou, hier wordt nog een filmpje getoond hoe je dat ook. Dan gaan we zo meteen ook in je website kan zetten. In Buildable is het heel makkelijk, want we hebben daar een booking tool voor die je na jouw website kan slepen naar de pagina waar je hem op wil hebben. En van daaruit hoef je alleen te selecteren welke kalender je daarin wil integreren. Nou, maak jij gebruik bijvoorbeeld van WordPress of een ander systeem, dan kun jij dus door gebruik te maken van deze link, kun jij in een knop zetten, dus maak een afspraak. Of je kan eventueel in WordPress ook gebruik maken van een iframe en deze URL inplakken, waardoor de booking app op de pagina wordt getoond. Dus hij is compatible met alle platformen. Dus niet alleen met Buildable. Dus je kan dit ook als je een agency bent aanbieden aan je klant. En, maar je kan dit natuurlijk ook gewoon voor jezelf integreren op de website die jij hebt. Hè. Heb je bijvoorbeeld een WordPress website, maar je wil deze tool zo graag, het is gewoon zijn geld waard. Dan maak je gewoon een Buildable account aan. Overigens, de link staat hieronder in de video. En kun jij gewoon deze booking tool gebruiken met alle tools in combinatie met je WordPress website. Je kan zelfs WordPress website bij ons laten hosten. Dus dan gooi je website op Buildable. Met een paar klikken heb jij je WordPress website geconfigureerd op onze Buildable service. Met je eigen domeinnaam, alles erop en eraan, SSL. En je hebt dan ook toegang tot de beelden op Booking App. Dus je bent niet afhankelijk van één systeem. Oké, dus hier heb je dus die embed code die je kan gebruiken voor bijvoorbeeld WordPress en dat eventueel embedden in de pagina. Dat doen we nou dus niet. Nou, hier kan ik dus ook de tool kan ik bekijken. Ik kan hem hier kopiëren, de link. En ik kan hem hier bekijken. Dus hoe ziet hij eruit?
Cool, dit is mijn online business pros meeting. En ik kan de datum selecteren. En zometeen gaan we booking doen. Dan laat je gelijk zien hoe het werkt. En nou, het ziet er fantastisch uit zo. Dus ik ben er heel blij mee. En je kan natuurlijk de kleuren aanpassen. Nou, hier zie je eventueel het logootje. Dit is een foto die ik gemaakt heb. Dit is het logootje. Maar nou, hier kun je ook zien hoe lang een sessie duurt. En ja, dat het ook maar één sessie is en niet meerdere sessies. Dus dat is allemaal hier zichtbaar. Dus op deze manier maak jij dus je booking tool of configureer je booking tool voor je afspraak. En je ziet hoe eenvoudig het is. Het is een stap-voor-stap interface. En het is ook Nederlandstalig. Ik heb nu even de Engelstalige gepakt. Omdat ik zelf ook daaraan gewend ben. Omdat ik ook heel veel Engelstalige lessen geef aan mijn studenten. Maar het is een Nederlandse interface. En je wandelt er zo doorheen. Je hebt geen technische kennis nodig. Je zet hem zo op. En klaar. Nou, nu hebben we hem dus. Onze Zoom link hebben we nu opgezet met nou, wanneer zijn we beschikbaar, hoe lang duurt de sessie, hoeveel sessies. Zoom link is geïntegreerd, maar nu willen we ook nog dat degene betaalt. Oké, dus binnenkort hebben we dus de betaling geïntegreerd in de stappen die we net hebben laten zien. Nou, dat is tussen nu en 4 weken is dat voor elkaar, dus voor 1 januari 2021 hebben we dat. Maar ik laat je nu ook zien, als je nu al gebruik maakt van de Builder All Booking Tool en je wil dus betaling ontvangen, hoe het ook kan, op een hele eenvoudige wijze. Oké. Dus daarvoor gaan wij naar bijvoorbeeld, en ik ga mijn scherm even delen, naar onze Cheetah Website Builder. Oké. Even een slok. En daarvoor pak ik even een eentje waar ik al een product voor heb. Builder chatbot, oké. Nou, bijvoorbeeld, ik wil een betaling aanmaken of een betaling aanmaken, zodat mensen eerst moeten betalen en pas daarna pas kunnen boeken, oké? Nou, wat ga ik doen? Ik ga ook even een pagina aanmaken. Dit noem ik even booking pagina. Zometeen komt hier mijn kalender in geïntegreerd. Het hoeft niet, maar ik laat je even zien dat het wel kan. Bookingpagina. Oké, die maak ik even aan. Dus daar komt zometeen dus mijn kalender in geïntegreerd op deze pagina. Maar ik ga eerst een betaling aanmaken. Nou, daarvoor ga ik dus naar de Super Checkout. En als je daar voor de eerste keer in komt, moet je natuurlijk eerst je bedrijfsgegevens in. Dus invullen je businessinformatie met je btw-nummer. Dat komt allemaal op de factuur te staan die de mensen dan ontvangen. Dus je kan je logo hierin kwijt. En alles wat je nodig bent, bijvoorbeeld op een factuur, dat kun je hier allemaal instellen. Ook btw-nummer is natuurlijk heel belangrijk. Oké? Nou, als je dat helemaal gedaan hebt, kun je producten aanmaken. En de super checkout is dus een checkout systeem voor betaling. En daaraan wordt Molly gekoppeld. Wat is Molly? Molly is een Nederlandstalig betaalplatform, of ze noemen het eigenlijk merchant, waar jij dus gratis kan jij hier een account aanmaken. Dus gratis, en als je een account hebt aangemaakt, kun jij dus ook aangeven. Ik ga even inloggen. Vasilibilis.nl. Dus maak een gratis Molly account aan, het is gewoon helemaal gratis. En als je dan eenmaal erin bent, moet je bepaalde dingen instellen en aanvragen. Nou, we gaan hier naar instellingen. Dit zijn je betaalprofielen. Die websiteprofielen moet je dus. Je moet een websiteprofiel aanmaken met URL. En als je het helemaal gedaan hebt, wordt dat gecontroleerd of jij inderdaad legitiem bent. Dat jij dingen verkoopt. Dat is allemaal een extra check om gewoon ook eventueel witwassen van geld tegen te gaan. Maar ook eventueel scams. Oké, dus het duurt vaak een dag. Als je dat gedaan hebt, dan kun jij dus naar betaalmethodes en dan kun je hier dus aanvinken welke betaalmethodes jij wil ontvangen. Ideal, credit card, bankcontact, support banking, dat kun je allemaal aanvinken. Nou, ik heb hier maar een aantal, je ziet ook SEPA Incasso heb ik ook gedaan. Maar ja, ik wil in Europa, wil ik dus mensen, Nederland en België, vooral als ik Nederlandstalig doe, wil ik laten betalen met support banking, bankcontact en Ideal. Dat kun je hier allemaal, dus activeren. Klik je op de tarieven, kost elke transactie kost een kwartje. Nou, een kwartje voor elke betaling. Nou, dat denk ik dat wel goed te doen is. En bij terugstortingen kost je ook een kwartje. Dat zijn de kosten die je betaalt over elke betaling. En zo kun je voor elke
elk tarief over creditcards kun je ook zien wat daarvoor het tarief is. En, maar omdat het gratis is, ja, hoe meer betaling natuurlijk, hoe meer je betaalt. Maar ja, dat is niet erg. Maar als jij geen betaling hebt, betaal je ook niks. Dus dat is het mooie ervan. Het is gewoon schaalbaar. Het gaat omhoog met de aantal bestellingen die je hebt. Dus Molly is dus gratis. Nou, je kunt Molly koppelen aan bijvoorbeeld je eigen product. Nou, ik maak hier eventjes de booking. Checkout aan. Dus hier pak ik weer eventjes die foto van net. Die ik net heb gemaakt. Dus hier kun je je logo of je productfoto in kwijt. Nou, ik doe eventjes deze foto. Dit is betaling booking. Of online business pros. Meeting. Oké. Okay. Even deze hoofdletter. De taal kan ik selecteren hier. Nederlands. En ik wil het adres. Kan ik even aanvinken. Maar dat doe ik dan niet in dit geval. Maar ik kan ook de adresgegevens kan ik vragen. Naam en e-mail is standaard. Maar ik kan ook adres vragen. Als het noodzakelijk is. Betaling, boeking. Nou, hier kun je dus de omschrijving zetten. Ik doe het even in kort. Wat het inhoudt als mensen op de betaalpagina komen. Het is digitaal. Nou, het is een digitale afspraak. Het is een consulting. Kan ik hier selecteren. Consulting. Dan moet ik eventjes kijken of ik nog steeds... Ja, ik ben nog steeds live. Ik moest eventjes checken of ik nog steeds live was. Ik heb maar één schermpje. En nou, hier kan ik dus kiezen consulting. Next. En hier kan ik dus, als ik Molly nog niet heb gekoppeld. Dus ik heb Molly hier al gekoppeld. Maar stel ik heb Molly hier niet gekoppeld. Dan kan ik hier Molly selecteren. En dan kan ik hier de naam geven. En de API key die je bij Molly dus kunt kopiëren en plakken. De API key vind je in Molly. Als je naar Molly gaat vind je die hierbij. Even kijken. Even naar beneden. Bij developers. Hier vind jij de API keys in Molly. Oké. Okay. En die plak je dan hierin. Nou, we hebben Molly al gekoppeld. Dus als je eenmaal gekoppeld is, hoef je dat niet elke keer weer te doen. Dan kun je selecteren Molly. Even kijken hoor. Oh ja, ik moet natuurlijk eerst dit allemaal invullen. Euro. Oké. Okay. Single payment. Je kan ook recurring payments doen, maar single. Je kan couponcodes aanmaken, doen we niet. Nou, wat kost een consultant? €100. Bijvoorbeeld. En het is ex-BTW. Dus je kan BTW aanvinken. En dan ziet men ook wat de prijs is inclusief BTW. En ja, als jij bijvoorbeeld consultancy zoals ik over de hele wereld doe. Of in Europa. Dan wordt de BTW-tarief in Europa gerekend. Want het is een digitale verkoop. Nou, voor die informatie ga naar VATMOS in de Belastingdienst. Tik in VATMOS. Daar wordt exact uitgelegd waarom jij dus het BTW-tarief moet ontvangen van het land waar jij in verkoopt. En ook hoe je dat moet aangeven bij de Belastingdienst. Maar dat wordt hier automatisch al weergegeven en het wordt herkend op IP-adres. Okay? Dus als iemand in Duitsland bij mij iets boekt, 16% BTW wordt automatisch gerekend. En ik draag 16% BTW af aan de Nederlandse Belastingdienst die dat weer doorzet naar Duitsland. Dus ik hoef niet in Duitsland de BTW-nummer aan te vragen. Dus whatever, ga naar de Belastingdienst, VATMOS en check het daar. Oké? Okay? €100. Nou, we willen Molly hebben. Molly selecteren we hier. Dus we hebben nu Molly geselecteerd. Dus je moet eerst moet je dit invullen voordat je dit kan selecteren. Oké, nou, ik kan hier even veel refunds. 14 dagen of niet. Nou, geen refunds. Doe het niet. Next. Geen affiliates. Ik kan hier ook welke checkout stap. Ik wil dus in 3 stappen de checkout maken. En dit is het mooie. Want hier kun jij dus de thank you page instellen. En de thank you page, dat is dus onze booking app URL. Oké? Okay? Dus onze thank you page, dus na betaling, moeten ze op deze pagina komen. Deze pagina. Dus ik kopieer deze URL. En die plak ik dus hier op de bedankpagina. Dus na betaling komt men op de booking app. Dus en ja, ik heb nu even de URL gepakt, bijvoorbeeld van de booking apps. Zo, hè, zo kun je het ook doen. Ja, we hebben nu de URL hier gepakt. Maar wat je ook kunt doen, als we het zometeen gaan interageren in, op een pagina. Dat gaan we zometeen doen. Dus ik ga zometeen deze URL even veranderen naar de pagina waar de mensen op landen na betaling. Dan kun je dat hier laten instellen. Maar wil je geen pagina maken, je kan ook direct de mensen naar deze URL leiden en daar de booking laten uitvoeren.
naar betaling. Dus deze zetten we er nu even in. En op welke pagina willen we verkopen? Nou, dat wordt dan bijvoorbeeld, ik pak even een pagina. Ik heb daar nog geen pagina voor aangemaakt. Doen we even deze. Oké, we pakken gewoon deze pagina. Next. 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 En hier hoeven we niks te doen. Next. En accepteren. Create product. En nu hebben we ons product gecreëerd. En nu zien we hier dus links Online Business Pros Meeting. En ik kan dan de checkout link kan ik hier kopiëren. En die kan ik dus plakken in een knop bijvoorbeeld, in een button. Maar ook eventueel in een iframe in Builder All. Zodat je je eigen betaalpagina kunt maken. Nou, ik hou het even handig. Dit is de checkout link. Ik doe ik zo meteen in de button. En als men daarop klikt, dan zie je hier de informatie. En dan bij de volgende hoeven ze alleen hun naam en e-mailadres in te vullen. Dus naam en e-mailadres. Dit zijn de kosten. Nou, als ik dit nu wil boeken, dan word ik doorgeleid naar Molly, naar Ideal. En dan kunnen ze dus Ideal kiezen, PayPal, Support, Bank, Bank of GiroPay. En na betaling komen ze dus op de URL die ik ingeef als bedankpagina. Dus zo kun je dus betalingen accepteren voordat iemand iets kan boeken. En nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want als je bijvoorbeeld betaalde consultancy doet, betaalde event, nou, dat hebben ze al betaald en dan kunnen ze eventueel de data's boeken die ze willen. Oké, en nogmaals, dit wordt zometeen helemaal geïntegreerd in Builder All, zodat je niet naar je supercheckout hoeft te gaan op de paginaniveau, maar kun je dit configureren in de supercheckout op dezelfde manier. Cool. Dus we hebben onze betaling, hebben we nu gedaan. Nou, nu gaan we dus, wat we nu gaan doen is, we gaan het even wegklikken. We gaan dit even wegklikken, hebben we niet meer nodig. En nou, we hebben hier een boekingpagina gemaakt. Oké, okay. Nou, Builder All Trial, bla bla bla, thanks. Dus hier gaan wij dus, even kijken hoor, onze knop doen. Ik maak even heel simpel eventjes een knop met een betaling. Oké, dus dit wordt betaling. En nogmaals, ik kan het helemaal opmaken als je zelf wil. Dit is even puur voor training, hou ik het even eenvoudig. En ik voeg er een knop toe. En ik pak zomaar even een knop, een groene. Hoppakee. En je ziet het helemaal heel makkelijk. Builder All is gewoon drag and drop. Je hebt helemaal geen HTML-kennis nodig. Je kan het ook hier benoemen. Betaling. Betalen. Oké. Okay. En je kan eventueel nog een subheadline zetten. Je kan de kleuren veranderen. Alles kun je doen, dat zie je wel. En dan zet ik hier neer Booking App. Booking. Of gewoon Booking. Tool. En whatever. Je kan de kleur dus wijzigen naar zwart. Beter zichtbaar is. Oké. Okay. En de link wordt dan de link die jij van jouw product. Dus dit is de link van het Super Checkout. Dus die we net gemaakt hebben. Die link. Die komt dus in die knop. En dan wil ik dus een nieuwe tab openen. Dus niet op dezelfde pagina, een nieuwe tab. Oké, okay, select. En nu is mijn betaalknop is klaar. Dit is mijn betaalknop. Oké, okay, dus dit is de betaling. Oké, okay, cool. Dat hebben we gedaan. Dus klikken we weg. En nu gaan wij dus, noemen we dan anders. Dit noemen we dan betaalpagina. Dus noemen we de betaalpagina. Betaalpagina. Betaal. Betaalpagina. Dit wordt ook de URL, wordt betaalpagina. Opslaan. Oké. Okay. En dan onze booking app, die gaan we hierin integreren. Dus de new page, dit wordt booking. 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 En dan gaan we hier onze booking app in integreren. Nou, hoe gaat dat? Edit page. En nogmaals, je kan die hele pagina opmaken. Zelf wil je je eigen huisstijl. Net als je bijvoorbeeld een landingspagina maakt in Builder All of een website. Nou, voor deze doen we even snel even een blank panel. Maak ik niet te ingewikkeld op dit moment. Dus ik heb nu een blank panel ingezet.
En dit is dan hier. Dit doe ik ook weg. Ik heb dit niet nodig. Oké, dan. Yes, dan. En wat ik nu toevoeg is een element. En een element is, je raadt het al, booking. Booking. En deze sleep ik naar mijn pagina. En dan vraagt hij hier dus, ja, welke kalender wil je selecteren voor deze pagina? Nou, ik heb een aantal kalenders die ik hier staan. Dat is een drop-down. Online Business Pros. Oké, wil je de informatie ook laten zien, ja of nee? Ja. En wil je ook alle kalenders laten zien of een groep. Dus alleen voor Karel, Pietje, Milan. Dus per naam. Dus je kan ook pagina's maken. Dus van mensen, bijvoorbeeld als je kapperszaak hebt. Of je hebt een consultancybureau van de mensen apart op een pagina. Maar je kan ze ook dus allemaal laten zien. Nou, ik doe ze nu even allemaal. Save. En tada! Daar is onze boekingpagina op een pagina geïntegreerd. Hoe cool is dat? Hier staat hij in. Ik sla hem op. Dus dit is nou gewoon een pagina, gewoon een webpagina met de booking app al geïntegreerd. En nogmaals, dit kun je ook doen met de HTML-code in WordPress of iets dergelijks. Als jij bijvoorbeeld geen build-all website hebt. Of je werkt voor klanten met build-all. Je hebt een agency. Nou, met build-all kun je heel goed een agency starten. Kun jij dus voor je klanten deze tool integreren in hun website. Ook al hebben ze geen build-all. En daarvoor ook een bedrag vragen natuurlijk. Oké, nou, we hebben hier staan. Cool. Nou, even opslaan. En wat ik altijd doe bij build-all is, ik republish hem altijd, zodat hij sneller dan live is. Nou, dit is dan de betaalpagina geworden. En waarschijnlijk moeten we nog een keer refreshen. Ja, even refreshen. Daar is hij. Dit is de betalingspagina die we hebben gemaakt. Dus mensen gaan betalen. Tadaa. Dan gaan ze dus naar de checkout. Afrekenen. Nou, gaan ze verder afrekenen zoals ik net heb laten zien. Dus dat hebben we gemaakt. En dan na betaling komen ze dus op de boekingpagina. Dat is deze URL. Deze URL moeten we nou pakken. Wil jij dus de mensen naar die pagina sturen? Dan moeten we deze URL moeten we kopiëren. Dus dit is onze boekingpagina die we net hebben gemaakt. Je ziet, ik heb Messenger ook hierin op alle pagina's geïntegreerd. Dus kun je mensen een vraag stellen. Dus na betaling komen ze op deze pagina. Dus kopieer deze URL. En nu ga ik terug naar mijn supercheckout. En ik ga naar mijn product. En nu ga ik dus naar, even kijken, naar design. En je ziet hier, we hadden net de bedankpagina ingezet van de booking tool. Maar ik wil de bedankpagina van waar we de booking tool op hebben gezet. En dit is dan de bedankpagina buildallchapel.com/booking. En je ziet hier de pagina waarop betaald moet worden is de betaalpagina. En dit is de pagina waar men na betaling op komt en de booking kan doen. Save. Dus nu hebben we alle stappen doorlopen. We hebben nu dus ons product aangemaakt waar men betaalt. We hebben een betaalpagina gemaakt. En daarnaast na de betaling hebben we een bedankpagina gemaakt waar we dus onze kalender hebben geïntegreerd. Cool. Nou. Wat gaan we doen? Dus wij zijn bijvoorbeeld nu gearriveerd bij, we hebben betaald en we komen op deze pagina. Oké, nou nu kunnen we gaan boeken. Ik wil dinsdag de 8e wil ik boeken. En hier staan ook de tijden wanneer ik beschikbaar ben. En je ziet, er zit een half uur interval tussen, zoals ik ook van tevoren heb ingesteld. Nou, je kan hem zo instellen zoals je zelf wil. Nou, bijvoorbeeld, ik wil om 9:30 plannen. Ik plan om 9:30. Mijn naam is, ik noem nu even een andere naam. Ik ben bijvoorbeeld Karel. Mijn e-mailadres is bijvoorbeeld, wat zal ik doen? www.bibulis@gmail.com. Oké. Nou, mijn telefoonnummer is heel belangrijk, want daarin stuur ik ze dus een sms-confirmatie. Ik zal mijn telefoon even aanzetten. En het geluid, dat kun je ook horen, want je kan het waarschijnlijk niet zien, maar wel horen. Hoe dat eruit ziet. Dus je zet mijn telefoon even op geluid aan. En 06-225-17-198. Dus ik heb mijn naam ingezet. E-mail. En je kan natuurlijk meer vragen. Zoals ik al gezegd, meer vragen erin zetten. Maar op dit moment hou ik het even kort. Datum, tijd. Oké, planning, deelname. Padum. Nou, ik krijg gelijk een bevestiging. Hier, gepland. 8 december, Centurion Time,
Je krijgt net een sms binnen. Nou, je hoort hem niet, maar zometeen kun je hem ook zien in mijn dashboard. Dus sms heb ik net ontvangen op mijn telefoon. Ik kwam binnen. Dus die sms is hier aangekomen. Dus ik heb hier een sms gekregen. Hallo Karel, hier bij de boekingbevestiging 8 december 2020. En de tijd erbij. Oké, okay? Gaaf. Dus sms is binnen. En als het dan ook goed is, is de e-mail die komt zo binnen. Dus ik ga even naar mijn Gmail accounts. Het kan misschien een paar minuten duren. Oh, nou, hier is het al. Schedule confirmed successfully. Nou, dit is net wat ik heb geboekt. Bedankt voor de boeking. Hieronder de bevestigende informatie. 8 december om 9:30 tot 10:30. Ik spreek je dan. Dit is de tekst die ik ingegeven heb. En hier zie je dan al gelijk de Zoom link. Zie je dat? Dus ik ben Karel. Ik ontvang dit. En hier heb je gelijk ook de link naar Zoom. Die is automatisch aangemaakt in Zoom. Dus als ik naar Zoom ga bijvoorbeeld. En ik ga even mijn Zoom app openen. Waar is mijn Zoom app? Heen terug. Ja, hier is die. Oké, en ik ga nu naar mijn profiles. Kan ik ook zien wat net is geboekt. Naar meetings. 8 december. En je ziet hier, 8 december is dus Online Business Pros is aangemaakt in Zoom automatisch met de link. En je kan gewoon hier starten op het moment dat de meeting dus plaatsvindt. Dus het is al automatisch al in mijn upcoming events is dat geboekt. En degene die geboekt heeft, die heeft ook de Zoom link gekregen. Die staat hier. En ik kan dat ook boeken in zijn Google Calendar, in zijn Outlook Calendar of Yahoo. En hij kan ook zijn afspraak annuleren. Je ziet, het is mooi allemaal in het Nederlands. Zie je dat? Wilt u uw afspraak annuleren? Klik hier, evenement toevoegen aan mijn agenda. Boom. Dus wat we nu hebben gedaan is dus een betaling aangemaakt. Na betaling hebben we geboekt, hebben we net gedaan. Nou, ik krijg net een sms binnen. En je kan laten zien, die sms, die is, krijg je een notificatie in je dashboard. Dat zie je hier aan de rechteronderzijde. Zie je hier Karel en zijn e-mailadres. Subscribe to the Online Business Pros, Online Business Pros Meeting Calendar. En er is net een sms dus verstuurd naar Karel. En dit is dan natuurlijk mijn telefoonnummer. Dus ik kan hier ook in mijn dashboard krijgen een notificatie. Ik krijg een notificatie ook op mijn e-mail. En degene die heeft geboekt krijgt een notificatie in zijn e-mail. En kan eventueel ook nog de meeting wijzigen. Maar hij heeft al betaald en ik weet zeker dat hij komt. En ook 1 uur voordat de meeting start ontvangt hij een sms, ontvangt hij een e-mail. En ik kan ook zien in mijn dashboard dat die e-mail is verstuurd, maar ook dat die sms is verstuurd. En, ja, zodat degene die geboekt heeft ook op de hoogte wordt gehouden van wat hij geboekt heeft. En dat is allemaal hier vindbaar. Hoe cool is dat? Dus we hebben nu een geheel geautomatiseerd systeem gemaakt. Met de booking tool. Dus we hebben nu een consultancy call hebben we aangemaakt. Nou, met betaling, met Zoom integratie, op onze eigen website, op onze eigen pagina. Alles geïntegreerd in één systeem. Je hebt geen enkel andere Zapier connectie. Ik weet niet, de meeste digital marketers of intermarketers weten wel wat Zapier is. Het is een platform waar je 2 softwarepakketten aan elkaar kunt koppelen. Heb je niet nodig. Het zit allemaal geïntegreerd in Build-A-All. Het enige wat je moet doen als je SMS reminders wil versturen is, ik zal hem nog even laten zien, moet je wel een SMS te goed kopen. En waar doe je dat? Dan ga je naar je SMS tools. Dus dan ga je hier naar SMS messaging. En er wordt overigens ook aangegeven hoor in jouw booking tool dat je als je SMS selecteert dat je hier credits moet kopen. Dus ik heb nu nog $6,50, $6.44 over. Wil ik dat optoppen, koop ik hier credits. En dan kan ik kiezen tussen $20, $50 of $100. Nou, ik doe altijd 20. En die kan ik via PayPal kopen of via creditcard. En dan worden credits automatisch toegevoegd aan mijn dashboard. En die kan ik overigens ook gebruiken voor mijn chatbot. Want wij hebben ook sms geïntegreerd in Facebook Messenger. En dat tegoed wordt dan ook daarvoor ook gebruikt. Dus je moet daarvoor dus wel tegoed kopen. Wil jij dus gebruik maken van SMS Future. En een sms kost 2 eurocent geloof ik of zo, 3 eurocent. Per bericht, dus dat is allemaal betaalbaar. Maar het is enorm powerful, want text messaging, ze openen je bericht. E-mails worden vaak nog wel gemist, maar nu ook met die SMS-integratie in Build-A-All Booking Tool, mensen die komen opdagen. En heb jij een gratis meeting,
Ja, dan is dat nog een extra stimulans om de mensen te laten weten dat je dus met hen een afspraak hebt. En dan kunnen ze niet meer zeggen, ja, ik heb je bericht niet gezien of ben het vergeten. Want ze kunnen het zelf boeken in hun eigen agenda. Ze krijgen een e-mailbevestiging en een sms-bevestiging. Maar ook voordat de afspraak start, wordt dat naar hen toegezonden. Dus ze hebben geen excuus meer om niet te komen opdagen. Hoe cool is dat? Gaaf. Nou, even kijken hoor, of er nog vragen zijn. Dan moet ik eventjes naar mijn comments en reactions. Zijn er vragen? Stel ze gerust hier in de chat. Want ja, ik neem aan dat er zeker vragen zijn naar aanleiding van deze demo. En ja, dit is natuurlijk fantastisch als jij zo je eigen online booking tool kan configureren en implementeren in je eigen website. Maar ook als jij een agency hebt en je werkt voor klanten, is het een unieke tool om toe te voegen aan jouw dienstenpakket. Want er is geen enkel andere tool die dit kan. En het is in het Nederlands. En het is compatible met alles wat we hebben in Nederland. Er zit Molly-integratie in. Je kunt betalingen ontvangen. Je kan evenementen aanmaken. Nou, vooral nu in deze tijd met virtual events is het een zo krachtige tool. Er zijn op dit moment zoveel virtual events. Op dit moment hiervan gaande van bijvoorbeeld challenges of sprekers. We hebben zelf ook zijn we bezig met een virtual event in februari. Met H2A Summit hier in Emmeloord. Dat gaan we ook via de booking tool gaan we dingen doen. Dus er zijn zoveel mensen die of een online afspraak hebben. Ook voor mensen die vanuit huis werken. Ja, die willen ook hun agenda goed kunnen beheren. En je hoeft niet eens een betaald. Dit is puur even voorbeeld als jij betaald werk doet. Maar heb jij gewoon een meeting dus met collega's. Wil je dat gewoon op makkelijk inplannen. En gelijk een Zoom link aanmaken voor de meeting met reminders. Pak deze booking app. Dus ook ideaal voor bedrijven die ook gecontroleerd en alles willen goed geregeld willen hebben op de automatische piloot. Zonder dat ze heel veel tijd hoeven te steken. Dat de meetings inderdaad gewoon goed gaan. Dat als je een team meeting hebt, iedereen een e-mail krijgt. Iedereen krijgt een sms. En ze weten, dus je kunt inplannen in een agenda. En iemand kan zich afmelden als je niet kan bijvoorbeeld. Of je kan reschedulen. Hoe waardevol dat is op dit moment in deze online tijd, in deze online wereld, tijdens de COVID. Het zal ook zo blijven. Het zal wel iets veranderen zometeen nadat iedereen is gevaccineerd. Maar het online gedeelte blijft er nu in. Het wordt alleen maar meer. Als jij daar iets in kan betekenen voor je klant, of je wil het zelf implementeren om het je klant makkelijk te maken en ook jouw tijd te besparen, dan is dit een tool die jij zeker kan gaan gebruiken. Oké, nou, dat was het dan. Er zijn geen vragen. Ik wil je van harte bedanken voor je aanwezigheid. Nick, ik hoop dat je nog steeds kijkt en dat jij onderweg bent in jouw TGV met 300 km per uur. Van de mensen die dit in replay kijken, hashtag replay. En voor de mensen die dit zien en nog niet geabonneerd zijn, abonneer je op Online Business Pros. Elke vrijdagochtend tussen 10 en 11:30 hebben wij elke keer weer een nieuwe tool of interviews met online ondernemers of over online ondernemen. Online Business Pros gaat over online ondernemen en ook de tools die je daarvoor nodig hebt om het je gemakkelijk mogelijk te maken, maar ook hoe je leads kan genereren, online zichtbaar kan zijn, automatiseren. Dat komt hier allemaal aan de orde en dat allemaal vanuit één dashboard, vanuit Builderall. Builderall is de tool die wij gebruiken en het is een hartstikke mooie tool. Ons kantoor van Europa zit in Emmeloord in Nederland. We hebben een Nederlandstalige community. Als jij mee wilt doen, de link zit hieronder. Het is ook een gratis training die je kan volgen. Een 30-daagse training. Alles natuurlijk op het platform van Builderall en alles in Nederlandstalig. Check it out. Abonneer je. Kijk hieronder in de omschrijving. En ik hoop je volgende week te zien. Tussen kerst en oud en nieuw hebben we even geen uitzendingen. Maar vanaf de eerste week van januari gaan we weer volop aan de gang. Dus we hebben volgende week hebben we nog een live. En die week daarop. En daarna is het even 2 weken stil. En daarna gaan we elke vrijdag gaan we live de komende 2021. En gaan we geweldige dingen doen. Oké, cool. Hartstikke bedanken. En tot de volgende keer. Ciao.